Wat is een museum? Een museum is een gebouw. Een gebouw vol voorwerpen die zo bijzonder zijn dat ze bewaard moeten worden. Misschien wel voor altijd. Waarom? Omdat die voorwerpen ons iets vertellen over onszelf, ons verleden of over het gebied waarin we leven. Over wie we zijn en hoe we zo zijn geworden. Over hoe we denken en hoe we dachten. 10 jaar geleden, 100 jaar geleden, duizenden jaren geleden. Wat we bedenken en wat we uitvinden om het leven beter en makkelijker te maken. En hoe we met onze omgeving omgaan. Een museum bewaart die voorwerpen en presenteert ze zodat mensen ernaar kunnen komen kijken. Ervan kunnen leren en genieten. Ze kunnen bewonderen. Mensen van nu, maar ook mensen van later. Een museum presenteert niet alleen, een museum bewaart ook. Een museum verzorgt. Herstelt. En het museum bestudeert die voorwerpen om meer te weten te komen. Meer voor de mensen van nu, over de mensen van toen. En voor de mensen van later ook over de mensen van nu. In ons land zijn er meer dan 700 musea. Ze gaan over de geschiedenis of de natuur, over scheepvaart, sport, vervoer, oorlog en wapens, vreemde volken of over kunst. Ze zijn van het land, van de provincie, van de streek of het dorp of van een verzamelaar. Het museum is niet zo jong meer. Het oudste museum in Nederland is al 230 jaar oud. Het staat in Haarlem. Maar lang niet alle musea zijn zo oud. Niet ver hier vandaan staat een jong museum. Het museum van de provincie Flevoland. De jongste provincie van Nederland. Haar naam zegt eigenlijk alles al. Nieuw land. Je kunt er ontdekken hoe Flevoland is ontstaan. En hoe de polders zijn gemaakt. Hoe dit gebied er vroeger uitzag. En hoe de mensen hier vroeger leefden. En wat er van ze bewaard is gebleven. Mensen van 6000 jaar geleden. 600 jaar geleden. Maar ook van mensen van pas 60 jaar geleden. Nieuwland is een gebouw vol Flevolandse voorwerpen die zo bijzonder zijn dat ze bewaard moeten worden. En gepresenteerd, bestudeerd, hersteld en verzorgd. Voor mensen van nu, maar ook voor mensen van later. Waarom? Nieuwland laat je zien hoe jouw geschiedenis eruit ziet en vertelt je de bijzondere verhalen van de plek waar je woont. Het museum laat zien waar je vandaan komt. Als Flevolander, als Nederlander, als wereldbewoner. En helpt je zo ook eigenlijk te ontdekken waar je naartoe gaat. Een museum, waar het ook over gaat en of het nou groot is of klein, het is er altijd. Leuk. Geweldig, erg leerzaam. Heel mooi. Leuk. Erg informatief. Enig. Nou, heel erg leuk.